Ik haat rolkoffertjes. Ik vind een rolkoffertje het stomste ding wat een mens kan hebben. Rol, rol, rol. Ze maken ook zo'n rol, 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 rol geluid. Ik vind het echt verschrikkelijk. Het verlos hem. Kunt u mij horen? Een luisteraarsvraag. Wat vindt Maarten van Rob de Wijk, die nu veel in het nieuws is vanwege Oekraïne? Nou, die heeft altijd hele verstandige ideeën natuurlijk. En hij denkt wel, denk ik, vrij sterk vanuit een officieel perspectief. En dat brengt, aan de ene kant brengt dat verstandigheid met zich mee. Namelijk dat dat tenslotte gepraat moet worden. En volgens mij zegt hij al langer dat er gepraat moet worden. Maar hij zit ook veel bij Op1, hè? Komt hij regelmatig? Ja. Ik kijk al jaren niet meer naar de talkshows. Oh, okay. Of ik moet er toevallig bij zitten, dan kijk je er vanzelf wel natuurlijk naar. Mm. Omdat ik s'avonds geen tv kijk. Mm. Laat ik het nog eens een keertje uitleggen. Ja. Dat is niet expres of weet ik veel wat, om wat voor reden. Als je geïnformeerd wil zijn, moet je niet naar de televisie kijken. Dan moet je kranten lezen of tijdschriften lezen. Maar ja, je moet lezen. Een avond televisie kijken, dat is heel amusant allemaal, hoewel dat ook nogal vrij betrekkelijk is. Maar erg informatief is het niet. Hè? Je weet dat het de hele boodschap van het journaal is, geloof ik, niet meer tekst dan de rechterkolom van de serieuze krant op de voorpagina. Hmm. Dus het is, ja, ik ben geen tv-kijker. Ik ben ook niet opgegroeid als tv-kijker. We hadden geen tv, want er was geen tv in de tijd dat ik opgroeide. En ik heb wel in mijn studentenhuis vrij regelmatig tv gekeken. Van in het begin denk je, wat leuk en al zo. Maar het is eigenlijk, ik heb nog één moment gehad dat ik dacht, tv. Namelijk toen er een goede kleuren tv kwam. Ik had een Sony Trinitron gekocht. Van toen ter tijd een fantastische kleuren tv. Echt een geweldig systeem was dat. Hmm. Omdat veel andere kleuren tv, dat zag er niet goed uit in feite. Dus toen heb ik nog een paar weken ook naar meneer De Uil gekeken en naar elke voetbalwedstrijd. Ik wist helemaal niet dat de gras zo groen was. Dat was mij onbekend. Je weet dat je vroeger, als je naar een voetbalwedstrijd keek en je had geen goede antenne, dan zag je ook niet 22 spelers, maar je zag 44 spelers. Omdat er allemaal van die rare elektronische schaduwen in zaten. Dat zei ik terug. Wat voor rommelkie. Ja, ik op dat schermpje keek. Het was natuurlijk allemaal vrij klein, dus als je dat vergelijkt met moderne tv. Maar nogmaals, ik ben geen tv-kijker, ik ben geen radioluisteraar. Dat moet er allemaal bij gezet worden. Maar hoe weet je dan wat het perspectief van Rob de Wijk is? Omdat ik dat wel eens gehoord heb. Dat hij zei van die onderhandelingen. En ik denk dat die, natuurlijk al die lui die verstandig zeiden, wat ze volgens mij best kunnen volhouden overigens, maar er komt nu dan het haakje. Dan moet onderhandeld worden. En tenslotte denk ik ook, dat is volstrekt onvermijdelijk. Zijn de Oekraïners in staat om de Russen definitief helemaal uit Oekraïne te verjagen? Ik denk het niet. Dus ja, dan moet je een keer gaan praten. Maar degene die, Zelensky, weet je nog dat ook Kissinger zei, je kunt er lang en kort over lullen, maar er moet gewoon uiteindelijk gepraat worden. Er moet een deal worden gemaakt. En die deal zal waarschijnlijk niet erg bevredigend zijn. Er zal iedereen een beetje ongelukkig mee zijn. Zoals altijd met dat soort van deals. Ja, en toen kwam dat onverwachte offensief van die Oekraïners. Waardoor natuurlijk juist de lui die hadden gezegd, jongens, kom op, er moet gepraat worden. En Zelensky heeft toen ook gezegd van, ja, die kisten moeten ze bij zijn mond houden met dat er gepraat moet worden. We gaan eerst succesvol vechten. Ja. Dus alle lui die een heel verstandige kijk op de zaak propageerde. Lees Rob de Wijk. Ook Rob de Wijk. Niet waar? Die waren natuurlijk toch verrast door de verbazingwekkende successen van het Oekraïense leger. En wie weet wat dat verder nog oplevert. Hè? Want dat offensief was goed gepland en goed uitgevoerd. Ik weet niet wat de verdere mogelijkheden zijn. Maar het is dus, als je nu zegt van ja, dat moet absoluut onderhandeld worden, dan is dat juist en begrijpelijk, maar is dit het juiste moment? Hmm. Dat is eigenlijk de vraag. Dan is het antwoord waarschijnlijk nu nee, maar uiteindelijk zal er wel gepraat moeten worden. Het is de vraag op welk moment moet je bepleiten moet er gepraat worden. Dat er uiteindelijk gepraat moet worden, daar bestaat denk ik geen twijfel over. Dus ja, mijn indruk is dat Rob de Wijk steeds heel verstandig advies heeft gegeven.
Maar dat je dan een beetje verrast wordt door het succes van de Oekraïners. Ja, ja. En hij is toch de directeur van dat Centrum voor Haagse Studies, ja, hè? Wat extra maakt dat hij, denk ik, rustige en voorzichtige beschouwingen daar geeft over de buitenlandse politiek. Ja. Nou, ik zie zijn mensen ook heel vaak ergens zitten. Ja, kijk, je bent natuurlijk, als je verder aan niks en niemand iets verplicht bent, ben je natuurlijk al geneigd om te zeggen, sla erop en het moet zus en het moet zo. Maar zodra je natuurlijk een soort van verantwoordelijkheid hebt, van welke aard dan ook, ja, is natuurlijk voorzichtigheid de moeder van de porseleinkast. Ja. Zo is het. Andere vraag dan. Maarten heeft veelvuldig zijn ongenoegen geuit over de nagenoeg louter digitale dienstverlening van onder andere en met name heden ten dagen de banken. Als jonge twintiger heb ik hier alle begrip voor en niet alleen als jonge twintiger, maar bovenal ook als bankier bij de private bank van ABN AMRO, namelijk Mees Pierson, waar Maarten enige tijd geleden nog een webinar heeft bijgewoond samen met Willem Post. Als trouwe luisteraar van de podcast en bankier bij ABN AMRO trek ik me deze kritiek zeer aan. Ik ben graag bereid om hierover met Maarten van gedachten te wisselen in een persoonlijk fysiek gesprek en om te kijken of ik Maarten kan overtuigen van het ouderwets bankieren bij ABN AMRO. Net zoals Maarten dat in het verleden ervaarde met de mevrouw van de lokale bankkantoor om de hoek, ja. Maarten hartelijk begroette aan de telefoon en altijd vriendelijk vroeg hoe hij het maakte. Dat wil deze jongen dus ook doen. PS. Nou, ze vroeg meestal, heeft u weer vergeten te betalen? Oh ja. En dan zei ik altijd, ja, dat heb ik weer vergeten. En dan kon je via haar telefonisch geld overmaken. Ja, hij zegt er nog bij, ik ben geen gladde bankier die je gaat vertellen dat je moet gaan beleggen. Ook spaarders zijn van harte welkom. Met enige zelfspot zeggen mijn collega's en ik vaak tegen onze klanten, het staat niet in de wet dat u moet beleggen. Ik zou het leuk vinden als Maarten in gesprek wil gaan, zegt Jesper Mensink. Nou ja, wie weet. Maar goed, of hij in staat is om persoonlijk De modus operandi van onze banken te veranderen, dat betwijfel ik. Ja. Maar feit is, als je een behoorlijk bedrag op je spaarrekening hebt staan, dat je elke twee weken zo'n mededeling krijgt, wilt u niet gaan beleggen? En wij kunnen dat prima voor u organiseren. En ja, dat je dan niet belegt, dat kunnen ze zich eigenlijk niet voorstellen. Zou het voor een bank, ik denk dat een bank ook meer oplevert als je dat gaat doen, toch? Nou ja, dan kunnen zij natuurlijk, zij zullen aan de dienstverlening tijdens het beleggen, zullen zij wel geld verdienen, neem ik aan. Ja, ja. Maar ik wil helemaal niet beleggen om de eenvoudige reden dat ik niet over geld wil nadenken, of althans zo weinig mogelijk. Nee. Vandaar dus dat ik gewoon een spaartegoed aanhoud. Ja, maar dat zeggen al die beleggers ook, hè. Ik luister wel eens naar Lucas Daalder, die heeft zo'n podcast en die zegt ook altijd, laten staan en niet naar omkijken. Dat is wat je moet hebben. Ja, ik heb genoeg over beleggen gelezen, omdat als ik, weet ik veel, miljoenen had, dat ik zou ik een deel daarvan wel beleggen, denk ik. Mm. Maar ik heb geen miljoenen, dus dat is ook niet zo verschrikkelijk interessant allemaal. Nee. En ik moet altijd denken aan mijn opa, die dan s'avonds achter het Financieel Dagblad zat. En als de stukjes gedaald waren, had hij een slechte avond. En als de stukjes gestegen waren, had hij een goede avond. En bovendien, Die bewegingen op die aandelenbeurzen, dat is voor een heel belangrijk gedeelte volgens mij pure flauwekul. En neem dat nerveuze gedoe, de Rapol Street. Hè. En dan gaat het baf naar boven en dan gaat het weer naar beneden. Hè. Dat je denkt van kom op jongens. Ja, daar zit helemaal. Want vergeet niet dat de beurswereld verdient geld als ze zakken en de beurswereld verdient geld als ze stijgen. Ja. De beurswereld verdient namelijk geld aan de waardeverandering van de daar genoteerde fondsen. Ja. Maar trek u vooral niet te veel aan van die beursbewegingen. Er zit allerlei rare nervositeit, paniek, misbruik, alles zit daarin, voorkennis. Ga ze maar door. Float traders is ook zo'n bedrijf, die profiteren als de beurs naar beneden gaat. Ja, dat is natuurlijk speculeren aan best. Dat is een klassieke activiteit natuurlijk. Je kan niet zoveel verdienen met speculeren aan best als speculeren op het stijgen van de prijzen. Ja. Hoe staat u erin als ik u een van mijn eigen boeken toestuur met de vraag om die te signeren? Uiteraard voorzien van kant-en-klare envelop en voldoende gefrankeerd. Dat mag en dan, soms laat ik dat dan dagen sloffen, maar in principe stuur ik het wel gesigneerd en wel weer terug. Oké. Of gaat u binnenkort ergens in het land signeren? Hoe dan ook? Ik heb net gesigneerd in Heinkensand gisteravond namelijk. Dan had je een voorstelling, denk ik. Ja, voorstelling. Ik noem het liever een lezing. Oh, een lezing, ja, dat is het. Een voorstelling, denk je toch aan zang en dans en dat je een rokje weer rondwervelt.
Nee, Henk en Sand. Ja, ik wist niet dat het bestond. Maar het is een keurig dorp. Ja, tegenwoordig een verzamelgemeente, zoals dat heet. Het is een onderdeel van de verzamelgemeente Borselen. Ja, hoe kennen wij Borselen? Van de kerncentrale, ja, toch? Ja, daar staat nog een werkende kerncentrale. En die zal er wel voorlopig blijven werken, ja, denk ik. Ik wou net zeggen, daar gaan ze kijken om te kijken hoe wat ze willen erop blijven. Wie weet zetten ze er nog twee naast. Ja. Even kijken, nog even terugkomend op die rijstroken van een van de vorige podcasts. Ik vraag mij af wat Maarten vindt van het Duitse fenomeen van de Rettungsgassen. Ik rijd regelmatig naar Duitsland en ik begrijp daar niets van. Ze hebben daar immers net als hier keurige vluchtstroken die dan vervolgens door de auto's half geblokkeerd worden, waardoor die juist onbruikbaar worden. Weet Maarten misschien wat hier het nut van is, zegt Thijs. Nee, dat weet ik niet. Dat zou ik in mij moeten verdiepen. Okay. Wat mijn probleem was, de derde strook met het Rode Kruis. Die dus zodra de file-tijd volgens de Rijkswaterstaat tenminste voorbij is, dan mag je nog maar twee banen gebruiken. Wat ik een idioot systeem vind, eerlijk gezegd. Ten meer omdat ik nu net heb gelezen dat het aantal files buiten de file-tijd sterk toeneemt. Ja, zeker na corona weer, ja. Nou ja, ik ben gisteren dus naar Henk en Sand geweest. Dat is in principe een rit van 1 uur 30 minuten. En daar hebben wij tot dik 2 uur over gedaan. Zo, en ook weer terug? Nou ja, terug. Terug was het 10:30, dus dan kun je, oh, bij wijze van spreken 300 kilometer per uur rijden. Want dan, is natuurlijk de drukte is verdwenen. Ja. We hebben een fantastische infrastructuur, mits niet in file-tijd. Hallo Maarten, wat mij altijd verbaast is het enthousiasme waarmee bijvoorbeeld de politie in Rusland burgers in busjes knuppelt. Hoewel, ja, ze best weten dat ze gelijk hebben. Ik vraag me altijd af hoe ze 's avonds thuiskomen en vertellen aan moeders wat ze gedaan hebben. Zou jij dan naar het front willen? Vraagteken, hoor ik haar al vragen. Ik snap dat ze hun werk moeten doen, maar er lijkt een sadistisch genoegen achter te zitten wat ik onbegrijpelijk vind. Hoe is dat te verklaren? Zegt Ed van der Eyck. Nou, dat is vrij simpel te verklaren. Je kunt in elke samenleving mensen vinden die het inderdaad ongelooflijk leuk vinden om andere mensen neer te knuppelen of pijn te doen. Nou, denk ik eerlijk gezegd dat een groot deel van dat politiepersoneel in Rusland, die hebben het gevoel dat ze hun werk doen, dat ze er redelijk voor betaald worden. Je hebt er natuurlijk ontspoorden bij die ook de sadistische aspecten zeer op prijs stellen. Hmm. Ook in Nederland komt dat zo nu en dan op een heel pijnlijke wijze voor. Dat de politie geweld gebruikt wordt. Ontsporing van geweld. Sowieso natuurlijk is geweld gebruikt, dat ontspoort heel makkelijk. Ja. Met veel plezier heb ik geluisterd naar de podcast over de geschiedenis van de toekomst. Hier is een bekende voorspelling van Arthur C. Clarke uit 1964 over de toekomst van de computertechnologie die heel goed is uitgekomen, zegt Emiel Steupler. Arthur C. Clarke zegt nog wel wat, ja. Volgens mij een astronoom, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Hmm. Ja. Oké, dan moeten we dan eventjes opzoeken, want er zit een filmpje bij. Dat is even kijken. Ochtendrood zegt weinig. Stroming noordelijk halfrond is west naar oost. Wolkenvrij oosten is alleen nuttig bij oostenwind. Hoge druk ten noorden. Dit is een soort van weerbericht. Dat heeft natuurlijk te maken. Omdat wij een hele reeks van die ochtendrood water in de sloot berichten hadden. Precies. Die waren niet erg serieus bedoeld, hoor. Nee. Aprilletje zoet, vaak nog een witte hoed. Ja. Ja. Maartse buien die beduiden enzovoort. Ja. Veel eikels, een strenge winter. Ja. Hallo Maarten, wat wilt u vertellen over Napoleon? Ik weet vrij weinig over deze man, behalve dat we de meter en onze achternaam te danken hebben aan deze man. Ook weet ik door Napoleon dat in Egypte in ieder geval een en ander vertaald kon worden. Maar over zijn impact, opkomst en verval zou ik graag meer willen weten. Steen van Rosetta. Het was laatst nog een hele publicatie over, als ik het me goed herinner. Ja. Die is door de Fransen gevonden. Maar later ook volgens mij door de Engelsen meegenomen. Kijk. We hebben er een aflevering over gemaakt, maar we kunnen nog wel eens een keer een tweede ding doen. Napoleon was namelijk, kan me nog herinneren, ook die bleef ook te lang zitten. Toen maakte hij nog het vergelijk met Rutte. Nou ja, Napoleon heeft een vrij klassieke fout gemaakt dat hij Rusland heeft aangevallen. Hmm. En zag niet goed. Kijk, Napoleon dacht natuurlijk heel terecht erover. Ik kan ze altijd hebben als er een veldslag geleverd moet worden. En hij heeft natuurlijk de wijze van bestrijding, die heeft hij waarschijnlijk onvoldoende vermoed. En toen hij begreep hoe het zat, was het natuurlijk in feite te laat.
Nou, ze onttrokken zich aan het leveren van een veldslag. En hebben Moskou in de fik gestoken toen Napoleon Moskou bereikt had. Ja. Waarbij, geloof ik, Napoleon ook zoiets zei van, nou, ze durven wel, of ze zijn wel bereid om offers te brengen. Ja, nou zal Moskou in die tijd grotendeels het houten huis hebben bestaan, dus dat was ook makkelijk af te fikken natuurlijk. Maar ja, had hij het maar niet gedaan, wat dan? Duitsland, wat dacht je, als Hitler het niet had gedaan? Als Hitler had gezegd in de zomer van 40 van, nou, ik ben wel tevreden, moet je kijken wat ik gedaan heb. Frankrijk verslagen. Feit is dat nu een afhankelijk republiekje geworden. Ja. Een groot deel van Scandinavië bezet. Zweden hoef ik niet te doen, die leven die om me toch wel. God mag weten hoe het afgelopen zou zijn. Ja. Ik denk dat hij uiteindelijk toch zou zijn verslagen door de Verenigde Staten. In een andere constellatie. Maar het had ook best kunnen zijn dat ze... Dat zijn tegenstanders gezegd zouden hebben, oké, we laten het erbij. Hmm. De Engelsen zouden hebben gezegd, oké, we hebben ons empire en zoek het maar uit. Als je tevreden bent met West-Europa, dan moet het maar zo. Ja. Ja. Het probleem is denk ik dat de nazi's ja, zo vernielzuchtig waren. Dat eigenlijk het hele nazi-regime zou je kunnen tot op zekere hoogte kunnen beschouwen als een langdurige, deels succesvolle vlucht naar voren. En je moet tenslotte natuurlijk, als je iets wil behouden, dan moet je consolideren. Dan moet je niet iedereen doodschieten die het niet met je eens is. Nou, kom, dan moet je een normaal bewind voeren. Mm-hmm. En daar waren ze denk ik niet toe in staat. Mm-hmm. De Russen zijn ook heel vernielzuchtig, hè, als je ziet wat die nu achterlaten. Ja, dat kun je rustig zeggen, ja. Dat waren ze ook in de Tweede Wereldoorlog al. Ja. Want toen konden we ze goed gebruiken. Ja. Ik las trouwens dat Gijs naar RTL gaat. Ja. Opvallende transfer toch in de mediawereld. Ja, hij wilde zichzelf verder ontwikkelen in ieder geval. Hij gaat daar deels hetzelfde werk doen wat hij voor de publieke omroep deed. Maar hij krijgt ook wel wat meer mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen. Ja. Nou, denk aan onze reis naar Verenigde Staten in verband met een streamingsprogramma wat Videoland wilde hebben. Ja, ja. En hij gaat daar een heel panel opzetten, wat ze nog niet hebben. Hè? Ja, dat is nog een heel kawaii, denk ik. Aangezien dat panel volgens mij voor één vandaag, zo'n 80.000 mensen of zo. Ja. Voordat je dat op de rails hebt. Dat mag hij niet meenemen natuurlijk. Nee, dat spreekt. Ja. Nee, dat zou wel zijn, zeg. Ja. Ja. Jammer dat de één vandaag hem heeft laten gaan, want het is toch een belangrijk gezicht voor zo'n omroep. Ja, misschien hadden ze iets meer ruimte voor hem moeten creëren. Hmm. Zowel salaristechnisch als... ten aanzien van de programma's die hij zou kunnen mogen maken. En was het dan niet gebeurd, dat is altijd zo bij dit soort van situaties. Ja. 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 Je hebt spijt als de mensen vertrekken, maar je bent vaak zelf de oorzaak van het feit dat ze vertrekken. Ja. Nou, RTL is wel een leuke club. Volgens mij een hele constructieve... Ik heb geen idee. Ik heb te maken gehad bij die Dino, dat Dino-programma met Tuvalu en niet met... Ja, precies. Maar zou je moeten zeggen, Tuvalu, dat weet ik niet eigenlijk. Hmm. Nee. De productiemaatschappij. Ja. Je hebt eigenlijk meestal bij televisie te maken met een productiemaatschappij. Ja. Ja, ik heb het verbazend druk. Dat is een hele merkwaardige zaak, ja. Maar ik heb het verbazend druk. Maar goed, ja, ik denk, mijn vrouw wil wel de boosterprik. Dus ik ben benieuwd wat ze daar dan voor afgesproken heeft. Maar oh ja. Hoe lang duurt de boosterprik? Die duurt 3 kwartier. Ja. Tenzij ook in de rij komt. Wel bij de magistrale organisatie die dat de vorige keer. Dat was heel gevarieerd eigenlijk. Ja. Ik heb wel eens dat je binnenloopt en dan kan je geprikt worden. Ja. Je moet op zondag gaan. Ja? Zondag kun je zo doorlopen. Maar, wij zijn ook wel op een avond geweest. En het was koud en ze liepen al die. Het waren voornamelijk oudjes vanwege die boosterprik. En die hebben ze daar 3 kwartier buiten laten staan. Dat is een hele wonderlijke zaak eigenlijk. Ja. Maar op de avond gaat iedereen, want dan denkt iedereen, oh, is handig, na het werk of na activiteiten. Misschien ook wel gearresteerd toch. Hè? Oh, dat zou kunnen, ja. Neem je koffertje bij mee? Ja, neem altijd mijn koffertje mee. Koffertje met de laptop? Ja, 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 ja. Wrijvend maar in, die laptop, dat is toch een... Ik heb het toen bij de voorstelling in Tivoli gezien, dat je hem bij je had. En het is ook echt een koffertje.
Het is echt een... Ja, mensen zijn altijd verbaasd dat ik een klein koffertje heb. En niets is zo handig als alleen maar handbagage. Want ja, je weet hoe het zit met die oplevering van die reuze koffers. Je ziet ook wel van die mensen waar je denkt, waar zouden die mensen in godsnaam naartoe gaan? Blijken ze een week ergens heen te gaan, dan hebben ze voldoende spullen bij zich om ze daar definitief te vestigen. Dus ja, ik heb alleen handbagage, een heel klein koffertje. Ja. Dat leg ik ook altijd uit. Alle hotels in de wereld kunnen de spullen voor je wassen. Het is niet zo. Je zou eigenlijk met twee setten ondergoed en kleding moet je makkelijk door de wereld kunnen. Ja. En bovendien in Amerika, daar kun je overal textiel, ja, niet alleen in Amerika, je kunt overal textiel kopen. En meestal is textiel helemaal niet duur ook. Nee. Dus het is een rare idee dat je een enorme hoeveelheid kleding of wat dan ook bij je moet hebben. Is natuurlijk... Ja, frustrerend was dat ik mijn laptop kwijtraakte. Maar dat had eigenlijk niks met dat koffertje van doen. Nee, maar ik vind het een mooi koffertje. Dit is namelijk een beetje doorleefd. Het koffertje is, ik weet niet hoe oud het koffertje wel niet is. Ik geloof wel 40 jaar of zoiets dergelijks. Mijn vrouw heeft allemaal van die stroken van dat zwarte band erop geplakt. En anders valt die volledig uit elkaar. Ja, ik heb ook wel eens geprobeerd om een ontzettend leuk koffertje... te kopen, maar dat valt om de drommel niet mee. Dat is net wat je zegt, het moet dus niet een nieuw koffertje zijn. En laat ik het even zeggen, ik ga dit met nadruk zeggen. Ik haat rolkoffertjes. Ik vind een rolkoffertje het stomste ding wat een mens kan hebben. Rol. Ze maken ook zo'n rol geluid. Ik vind het echt verschrikkelijk. En die mensen trekken dat dan zo ongelukkig achter zich aan. Ik begrijp, het is enorm handig en je hoeft niet te tillen, maar op een of andere manier is het voor mij het symbool van de stomzinnigheid van het moderne massatoerisme. Ik heb zo'n koffertje voor de apparatuur van deze podcast set. Ja, dat zei ik ook al helemaal verkeerd. En dat rolt, sommige rollen heel lekker. Oh. Er zit die wieletjes. Ik wil wedden dat je dit allemaal bij elkaar in een heel fijn klein koffertje kunt. Ja, dat is waar. Maar als er allemaal statiefjes en zo bij moeten dan... Ik had ook voor mijn toen ik nog een camera had ik ook zo'n fijn camera koffertje. En dat was een mini, nog kleiner koffertje dan wat je nu gezien hebt. Wat ik van mijn opa had gekregen. Een leren koffertje. Maar ja, het is ook zo totaal versleten. Dat. Maar het bleek om de drommel niet mogelijk te zijn. Of in ieder geval heel lastig te zijn. Om een nieuw, maar toch doorleefd... fijn koffertje in dat genre te komen. Dan moet je op Marktplaats en zo gaan kijken. Ja, maar ik ben niet zo van de Marktplaats. En altijd, de paar keren dat ik daar iets gezocht heb, kon ik het niet vinden. Nee, maar het is nu wel helemaal hip, hè, om tweedehands spullen te pakken. En dan goed voor het klimaat en ik zo. Ik ben een warm voorstander van tweedehands spullen. Ja. Ja. Deze keurige winterjas die ik aan heb, een lichte winterjas, die heeft mijn vrouw tweedehands gekocht. Ja, super. Ik zag nu ook huizen met treinramen erin. Omdat die treinramen worden weggegooid. Nou, dan kunnen we een huis nog gebruiken. Oh. Nee, ik ben er. Ja, bovendien koop je in Nederland natuurlijk altijd een tweedehands auto. Ja. En je koopt alleen nieuwe auto's als je niet goed snik bent. Of wanneer het een leaseauto is. Ja. Ja. En dat leaseauto's, dat is verspilling op grote schaal. Ja. Die dus allemaal na 3 jaar weer ingeleverd worden. Mijn vrouw had vroeger zo'n leaseauto. En wat je dan, dat waren hele fijne auto's. En ze konden best nog jaren mee, maar na 3 jaar was het klaar en dan kreeg je een andere. Ja. Wat een verspilling, zeg. Jongen. Kijk, moderne auto's zijn weliswaar veel duurder dan auto's in de jaren 60 waren. Maar ze gaan ook veel langer mee. Als je ze normaal onderhoudt, gaat een moderne auto, die gaat minimaal 20 jaar mee. Ja. Ja. Maar dat doen mensen niet, zoals je weet. Nee. Oké, okay. Nou, je mag ze ook alle twee nemen, je mag er ook één meenemen. Nee, ik ga ze niet alle twee meenemen. Nee. Want je raakt ook in een toestand dat je allerlei kennissen die op bezoek komen zeggen van, heb je nog zin in een boek? Heb ik wel eens van mijn goede vriend Frank, die heeft maar 40 boeken. Dus elke keer als hij een boek erbij koopt, dus stoot hij er één af. Hij houdt het constant op 40. Dus ja, regelmatig zegt hij, heb je geen zin in een boek? Ik heb zo ontzettend veel boeken. Er is geen grotere zegen, moderne zegen, laat ik ook. We gaan positief afsluiten. Oh, dan gaat dat karretje. Dat was handhaving, dus denk erom, hè? Ja, ik zet dat ding weer even aan. Vertel maar, grotere zegen dan? Het digitale boek.
Oh ja, dat heb je leest gezond, altijd van, over mensen die houden niet van, die willen een echt boek in hun handen. Ja. Nou, ik begrijp niet waar dat nodig voor is. Echt nee. Niet. Nee. Het is toch fantastisch dat je op vakantie of je... Als zodra je tenminste je laptop niet kwijtmaakt, natuurlijk, zoals ik. Dat je klapt dat ding open en je hebt 300 boeken onder je neus. Ja, dat klopt. Dat klopt. Maar goed, die geen enkele ruimte innemen. Ja, maar het is natuurlijk wel zo dat hier kun je lekker in bladeren, in dit boek. Nou, dan kun je net zo goed. Je kunt net zo goed in digitale boeken bladeren. Kijk, dat geluid en sommige mensen vinden ook geur van een boek lekker. Ik geef toe, dat is een factor, maar die weegt toch absoluut niet op tegen het feit dat het... Nou ja, het een hoop papier is, een hoop gewicht. Een boek weegt al heel gauw een pond of meer. Ja. En ja, ik vind die digitale boeken geweldig. Ja. En met je kleurenscherm komen de illustraties ook tip-top over in feite. Ja. Wanneer begint de slimste weer? 30 oktober. Dan ga je opnemen, oh, dat is al snel. Leuke gasten? Ik heb nog helemaal geen gastenlijst gezien. Oké. Die krijg ik meestal pas een week van tevoren of zo. Nou, ze hebben altijd, volgens mij is het een hele bellerij om er weer 30 mensen bij elkaar te bellen. 30 mensen, zo, dat is veel, ja. Dus iedere... Ja, dat zijn 30 uitzendingen. Dus, en er valt bij elke uitzending valt er één af. Dus je hebt 30 mensen nodig. Ja, ja. Ja, dat is een grote scala aan mensen die je dan moet hebben, ja. Ja, vooral omdat natuurlijk hele bekende mensen weigeren het natuurlijk allemaal. Ja. Die, als ze het al leuk vinden om een keer deel te nemen, doen ze het in Vlaanderen. Dus als ze dan afgaan, dan is het in Vlaanderen. En daar wordt niet zo op gelet natuurlijk. Mm-hmm. Maar dus, iemand die in Nederland echt bekend, de kans dat Maxima zich laat vangen voor de slimste mensen is 0,0. Of Rutte, lijkt me ook leuk een keer. Rutte, nee, je begrijpt, die is al 100 keer gevraagd, maar die denkt, kijk maar link uit. Hè? Of prinses Amalia, die doet het ook niet, dat kun je zo. Nee. Thierry Baudet heeft een keer aardig zou spelen. Baudet heeft een keer meegedaan, hè? Ja, dat was geen groot succes. Nee. Die vloog er meteen de eerste ronde uit. Ja. Ik ben nou vergeten hoe precies, maar het was niet indrukwekkend. Ja. En naar NPO 1 gaan jullie, hè? Ja, daar waren wij. Dat voor ons had dat helemaal niet gehoeven. Maar ja, dat is van hoge hand is dat besloten. Ja. Ik vond het juist namelijk wel leuk dat je het meest succesvolle programma van NPO 2 was. Sterker nog, dat vonden wij ontzettend leuk. Dat je met enige regelmaat hele andere populaire programma's, het zij van RTL, het zij van Nederland 1, dat je die wist te kloppen met zo'n fijne, relatief goedkope quiz als de slimste mens. Want je kunt bij ons ook helemaal geen geld winnen of zo, en je krijgt geen auto. En het is toch wel een beetje de eer. Je krijgt maar ook €250 per uitzending. Dat dan weer wel. Dus je kunt maximaal 7 uitzendingen, dus dat is, nou ja. Maar goed, het gaat natuurlijk evident niet om het geld. Nee. Het gaat niet om de beloning. Het zijn meer reiskosten dan iets anders. Ja. Ik haat rolkoffertjes. Misschien kan Zweden een unie aangaan met Italië. De live podcast over Europa kun je vanaf nu terugluisteren. Wat een verschrikkelijke gedachte toch. Je denkt wel eens, ik hoop wel dat ik dood ben voordat het echt fout gaat in Europa. Het linkje vind je in de beschrijving bij deze podcast. Nou, dat lijkt mij wel een hoopvolle afsluiting. Ali Niknam van Bunk ergert zich aan de Nederlandse bank. Daarover vertelt hij in de podcast Sea Level. Het linkje staat in de beschrijving.